Goed mensen, ik ben Sam. En ik ben Bart. En leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe speciale video. Jongens, vandaag gaan wij de Rocket Tyon reviewen. Of in ieder geval reviewen. We zeggen gewoon wat wij ervan vinden. Het is gewoon een hele korte video zoals je ziet. We zeggen gewoon wat de chill aan is. Een beetje de negatieve puntjes, de positieve puntjes. En ik hoop dat jullie de video leuk gaan vinden. Doe eens een blauw duimpje omhoog. En als jullie meer willen, één keer per maand komt er zo'n Rocket video online. Zo zou elke maand een review van toetsborden, muizen, koptelefoons, oortjes. Wat jullie maar willen, check de strawpoll in de beschrijving. En check welke jij de volgende keer wil zien. Een toetsenbord, een muis, ook op telefoon. Laat het ons weten in de strawpoll beneden. Ja. Alright, de muis Tyon die ik nu nog mijn handen heb, heeft 14 buttons. Kan je allemaal hotkeyen, kan je allemaal verschillende knopjes mee doen. En weet ik veel wat voor leuke dingetjes je ermee kan doen. Dus of je nou Battlefield doet of Call of Duty. Het is vooral een FPS muis, dus niet helemaal voor MMO's en zo. Maar je kan echt elke knopje instellen zoals je het precies wilt. Of je nou muziek wil instellen, of je nou je wapen wil wisselen in Call of Duty, of weet ik veel wat. Dat kan je allemaal met deze knopjes doen. Je hebt hier zelf ook een thumb throttle. Een heel moeilijk woord. Throttle. Wat het nou precies is, als jij bijvoorbeeld een vliegspel doet, of je gaat auto rijden, of in een motor, weet ik veel wat voor game je aan het doen bent. Kan je met deze kan je sturen, soort van. Je kan links, rechts. Ja. Dus net zoals zeg maar, als je op je PlayStation of je Xbox, als je je thumbpaddle of je thumbstick omhoog of naar beneden doet. En dus dan kan je heel precies kan je bijvoorbeeld je bewegen of je motor aan en uitzetten in een race game. Kan zo bijvoorbeeld kunnen. Weet ik veel wat je allemaal mee kan doen. Je kan er heel veel creatieve dingen mee doen. En dat ligt dus aan jullie wat jij er allemaal mee kan doen. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt hier een easy shift button. Wat is een easy shift button? Dat is echt super gaaf. En dus hij zit echt heel tactisch geplaatst. Want ik zal eerst even uitleggen. Hier zit een knopje. En als je die indrukt, dan hebben alle knoppen op jouw muis hebben een andere betekenis. Dus dan zeg maar, heb je in plaats van 14 knoppen, heb je 28 knoppen op je muis. En die zit echt super tactisch geplaatst. Want die zit hier bij je duim. En als je die kan je gewoon serieus heel makkelijk induwen. Bart, hoe heb jij jouw muis ingesteld? Op deze heb ik mijn muziek aan en uit staan. En als ik die indruk, dan heb ik bijvoorbeeld op de scrollwheel kan een geluid naar beneden en naar boven. Ik heb volgens mij deze heb ik op knife, op melee aanval staan. Ik kan er echt wel super veel erin in. Zoveel hotkeyen ermee. Het is vooral, bijvoorbeeld als jij een sniper game aan het doen bent, dan kan je ook gewoon instellen bijvoorbeeld dat jij easy shift en nog een key gaat inhouden, dat jij jouw sensitivity, dus hoe snel je muis beweegt, kan je laag zetten. En dat kan je allemaal tijdens het game doen. Dus dan zoom je in met je sniper, bam, zet je hem iets lager, ben je veel accurater. En dat is heel erg fijn aan zulke knoppen. Natuurlijk, deze muis is wel best uitgebreid, dus als jij zoekt naar een simpeler muis, dan kan je beter naar een andere muis kijken. Er staan ook wat links in de beschrijving. Deze is rond de 90 euro geloof ik. En de linkje staat hier van in de beschrijving. Dus als je even wilt checken van, hey, misschien is het wel voor mij onder de kerstboom of zo. En nog wel een minpunt wat ik zou zeggen. Deze muis is nog niet in de Rocket Swarm software. Dus met de Swarm software kan je je muis, je toetsenbord, alles in één programmaatje kan je die linken, zeg maar. En dat werkt nog niet. Dat is bijvoorbeeld bij de Knit wel, die Sam gebruikt. En verder nog wat leuks aan deze muis is dat hij natuurlijk lichtjes heeft. Dat is altijd leuk. Die kan je instellen dat hij flikkert, of dat hij gewoon op heartbeat gaat, of weet ik veel, die kun je alle kleuren instellen. Hele vette combo's kan je ermee maken. Echt allemaal, van alles kan je ermee doen. Je kan natuurlijk ook die throttle zien als een negatief puntje als je dat niet gaat gebruiken, maar je vindt de muis wel heel erg mooi. Maar zoals Bart al zei, het is een geavanceerde muis. Ja. Als jij niet zo bent van met 28 knoppen en 19 knoppen, weet ik. En zoveel DPI en weet ik veel allemaal. Als dat allemaal te moeilijk voor je is, het zijn nog ook gewoon hele simpele muizen. Maar ja, als jij wat geavanceerder wil spelen en je denkt echt van, hey, ik wil er gewoon even mee knutselen wat ik allemaal mee kan doen, dan zou ik hem gewoon aanraden. Dan raad ik hem aan. Je kan er gewoon heel chill vet dingen mee doen. Ik zag trouwens wat ik wel mis met een oude muis, maar ik heb ook een Rocket, een oude muis, die heeft wel 3 jaar. En daar zaten gewichtjes in en hier zitten geen gewichtjes in. Dus je kan niet je gewicht aanpassen. Hij is vrij licht, dus voor FPS games is het sowieso best wel nice. Maar als jij iets meer weerstand wil of zo, dan kan je de muis niet iets zwaarder maken. Dat is wel misschien, het is niet echt een nadeel, maar weet in ieder geval wel dat je dat niet kan doen. Right guys, ik hoop dat jullie deze video chill vonden. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. Als jullie dus meer van deze willen, laat een blauw duimpje achter. Check natuurlijk Rocket's website ook. Klik gewoon even op alle linkjes in de beschrijving. We kunnen deze video natuurlijk niet afsluiten zonder nog iets super tofs te doen. En dit toetsenbord heb ik weggegeven in de setup video van mij. Die heb ik een paar weken geleden geüpload. Kijk het natuurlijk ook even. Maar de winnaar van dit toetsenbord staat op mijn Twitter. Dus volg mij even op Twitter. En Sam natuurlijk ook. Want Sam gaat volgende week ook een toetsenbord weggeven. Dus de winnaar staat op mijn Twitter. Dus kijk er sowieso even op. Right guys, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof vinden. Check jullie de volgende keer weer. En we zeggen peace.